nog op mijn plaats. De renovatie heeft 2 jaar lang geduurd, omdat er 14 gates zijn. En omdat Schiphol een luchthaven is waar mensen graag naartoe vliegen en gebruik van maken, kunnen wij niet al die gates in 1 keer buiten gebruik nemen. Dus we hebben het in 4 fases gedaan, waardoor je steeds maar een klein aantal gates buiten gebruik neemt. De C-pier was de laatste pier waar passagiers in en uit kunnen stappen waar nog geen ondergronds brandstofsysteem werd aangelegd. Totdat vorig jaar of 2 jaar geleden het beton te slecht werd. En toen heb ik gezegd van oké, als je nou 1 meter dieper graaft, dan leggen wij een brandstofleiding aan. De AFS beheert ongeveer 31 kilometer aan pijpleidingwerk. Daar gaat heel veel kerosine doorheen. Daar loopt het tot onder de vliegtuigen op het platform. Van daaruit kan onder vliegtuig getankt worden. De C-platforms zijn geopend en die branden ook. Wat je ziet is dat dit project model staat voor samenwerken tussen AFS en Schiphol. Samenwerken aan een veilige, betrouwbare luchthaven.